In het kader van Open Monumentendag is er een alternatief programma waarin er wat wordt verteld over de huizen, de monumenten. En daarvoor vertel ik nu wat over dit pand, over de geschiedenis. En hopelijk is het interessant. Het thema van de Open Monumentendag is dit jaar leermonument. Nou, dat gaat ook best wel op voor dit pand. Want dit pand heeft heel veel bestemmingen gehad die relatie hebben met het onderwijs. In 1771 is dit pand aangekocht door de gemeente Nijkerk van de toenmalige eigenaar de heer Van Diermen. Om er een Franse kostschool in te vestigen. Nou, Franse kostschool, dat houdt eigenlijk alleen maar in, je krijgt er hele visioenen van, maar dat het vak Frans ook daadwerkelijk werd gegeven. En Frans was voor de handel een belangrijke voertaal. Dus kinderen van mensen die in de handel actief waren, die gingen naar dit soort scholen toe. Het waren niet alleen maar Nijkerkers, maar ook mensen uit de omgeving en uit de rest van Nederland kwamen hier, want het was een kostschool. Dus ze waren niet alleen hier overdag, maar bleven hier ook gedurende de week. De Franse kostschool heeft hier gezeten van 1772 tot 1865. In die periode is er nog iets anders belangrijks gebeurd, want dit pand staat bekend, zoals ik net al heb gezegd, als het Eijkmanhuis, omdat hier Christiaan Eijkman is geboren. Nou, wat is er nou zo speciaal aan Christiaan Eijkman? Christiaan Eijkman was de zoon van een andere Christiaan Eijkman, zijn vader. Zijn vader was hier kostschoolhouder. Dat betekende dat hij gedurende een periode van 1850 tot 1865 hier de kostschool runde. In die periode is Christiaan geboren, zijn zoon in 1858. En Christiaan was een hele slimme jongen. Hij was uit een gezin van 8. Ik geloof dat hij het 6e of 7e kind was. Maar ook zijn broers en zussen waren heftig hoogbegaafd. Christiaan is op een gegeven moment gaan studeren, geneeskunde. En in het kader daarvan raakt hij geïnteresseerd in de ziekte beriberi. Toenmalig Indonesië had te kampen met die ziekte. Dat was een ziekte waarbij spierverlammingen en gelaatspijnen optreden. En echt veel mensen in de tropen hadden die ziekte. Hij is toen in de studietijd is hij naar Indonesië gegaan en heeft daar onderzoek verricht. Hij heeft zich ook gericht op kippen, omdat beriberi is een ziekte die zowel bij de mens als de dieren optreedt. En nu bleek dat kippen die rijst aten dat gepeld was, die ziekte kregen, maar kippen die rijst aten die niet gepeld was, dus met een vliesje, die ziekte niet kregen. Nou, voor ons is dan ANA of 1 en 1, 2, maar wat er in dat vliesje zat, dat stofje, dat moest natuurlijk nog onderzocht worden, van waar spreek je dan over? Want blijkbaar had dat grote invloed op die ziekte. Dat bleek een vitamine B1 te zijn. Maar ja, vitamine was toen nog helemaal niet een bekend gegeven. En Christiaan Eijkman wordt gezien als een van de mensen die de vitamineleer op de kaart heeft gezet. Die dus heeft ontdekt dat al die vitamines, of het nou B1, die toen allemaal die namen niet hadden, of vitamine K, dat allemaal stoffen waren die heel veel invloed hadden op onze gezondheid. Hij heeft dat dus uiteindelijk ontdekt dat dat stofje wat in dat vliesje van de rijstkorrel zat, vitamine B1 was. En dat dat cruciaal was voor het bestrijden van de ziekte beriberi.
Voor dit onderzoek en voor die conclusies en voor zijn rol binnen de vitamineleer heeft hij in 1929 de Nobelprijs voor geneeskunde gekregen. Hij was toen de 8e Nobelprijswinnaar, Nederlandse Nobelprijswinnaar. En er zijn er nadien, ik geloof nog maar 4 of 5 bijgekomen. Dus het blijft een indrukwekkende prestatie. Na de periode van de Franse kostschool werd dit een bijzondere school. Dat was een school waar een middelbare school. De hoofdonderwijzer die woonde boven op de eerste etage, maar het was geen kostschool meer. In 1896 hield die functie op en werd het een lagere school. Tot aan het begin van de 20e eeuw, 1910 geloof ik. Toen is het eigenlijk de onderwijsfunctie van dit gebouw is afgelopen. Op een kleine periode na, want in de Tweede Wereldoorlog heeft een deel van dit gebouw nog functie gehad van lagere school. Of dienst gedaan als lagere school. Daar zal ik nu nog wat over vertellen. Ik had het net over dat er in de Tweede Wereldoorlog deze in het gebouw ook les is gegeven en dat dit dienst heeft gedaan als lagere school. In 1998 hebben wij meegedaan aan de Open Monumentendag. Toen zaten we heel erg nog in de opbouwfase, want we hadden 2 jaar daarvoor gekocht en er moest heel veel aan gebeuren. Maar op die Open Monumentendag kregen wij bezoek van een mevrouw, inmiddels behoorlijk op leeftijd. En die liep met ons uiteraard door het pand. En toen kwam ze hier en toen zei ze, en hier heb ik les gegeven. Nou, toen vertelde ze dus dat zij een onderwijzeres was geweest die hier in de Tweede Wereldoorlog les heeft gegeven. Daadwerkelijk in deze ruimte. En het mooie was dat je zag aan haar dat ze eigenlijk weer dat moment herbeleefde, want ze stond daar en ze zegt, hier stond dan mijn lessenaar en daar stonden de tafeltjes van de kinderen. Ze zag weer helemaal voor zich hoe die situatie toen was. En dat was natuurlijk wel voor ons een heel gek idee, dat in je eigen woonkamer, heel lang geleden allerlei kindertjes les hadden gehad onder toch wel een gekke situatie, de Tweede Wereldoorlog. Nou, dit pand heeft ook nog een heleboel andere functies gehad. Want zelfs in de periode van bijzondere school en lagere school was ook altijd wel een deel bewoond. We hebben hier bijvoorbeeld ook de kunstschilders Buschen Henke en Van Voren, dat waren zwagers. Van Voren is best een schilder waar nog wel schilderijen van populair zijn, zeg maar. Er hangt ook in Museum Oud Nijkerk een schilderij van hem. Dus vaak was het ook een combinatie, omdat het pand natuurlijk heel erg groot is en was. Waren het allemaal combinaties van functies. Hier zie je bijvoorbeeld een foto van het pand toen de ontvanger der directe belastingen ook in dit pand actief was. Maar die zat in de opkamer, de huidige opkamer, had hij zijn kantoor. En hier zie je een trappetje en een bordes met een deur. Dat is nu gewoon aan de zijkant een raam. Maar toen de tijd kon je hier naar binnen. En mensen die bijvoorbeeld belasting moesten betalen, of mensen met een uitkering, die moesten daar naar binnen om hun geld te halen. Dat betekende ook dat je daar iedere week naartoe moest. En dan stonden er een aantal mensen voor het trappetje. En dat is zelfs een Nijkerkse. Die term kennen ze in Nijkerk. Als je voor het trappetje stond, dan betekende dat je een uitkering ontving. En dat was natuurlijk niet voor iedereen altijd even aantrekkelijk.
Maar ook Nijkerkse ondernemers moesten daar hun belasting komen betalen. En dat was dus in de opkamer. Een opkamer betekent eigenlijk dat je in dit soort oude monumentale panden werd het gewoon op zand gebouwd. Dus dat betekende dat de tegels, en die tegels die in onze gang liggen, daar geldt dat ook voor, die liggen gewoon op zand. Eén klein deel van het huis groeven ze een soort kuil, die gedeeltelijk onder dat niveau viel. En daar creëerden ze een soort, ja, het is een souterrain, dus het is geen kelder, want de kelder zit helemaal onder de parterrevloer, maar hij zit er half onder. Dat betekent automatisch dat de ruimte daarboven zich 1,5 meter hoger ligt dan de rest van het huis. En dat is van oudsher, is dat de opkamer en dat is de sierkamer van het huis. Nou, zoals ik al zei, hebben we een brand gehad in 2001. Het was een hele, vandaag precies 19 jaar geleden, 24 juni. De kinderen waren zwemmen in Zeumeren en mijn vrouw die was wandelen. En op het eind van de middag zat ik hier in de tuin. En ik hoor op een gegeven moment een brandweerwagen. Dus ik loop naar het hek toe hier aan de tuinstraat. En op dat moment komt mijn overbuurman aanrennen en die zegt: Guus, Guus, het is bij jou. En ik kijk zo vanuit de tuinstraat omhoog en ik zag de rook uit het dak komen. Nou, ik ben toen uiteraard ernstig geschrokken. En inmiddels kwamen mijn kinderen ook terug van het zwemmen. En ben ik met mijn oudste zoon en mijn jongste zoon naar boven gerend om te kijken waar het vuur was. Dat bleek op het zolder te zijn. Ik had op de eerste etage een brandhaspel. Dus die hebben we uitgerold en toen ben ik gaan blussen. Omdat de brandweerwagen, die bleek aan de andere kant van de Venestraat te staan. Die had van bewoners van Sint-Jozef doorgekregen dat er ergens in de Venestraat brand was. Maar die waren van de verkeerde kant de Venestraat ingereden, want halverwege wordt dat gebarricadeerd met paaltjes. Dus zij stonden daar en moesten terug en via een andere weg naar ons pand toe rijden. Ik ben toen dus snel naar boven gegaan, ben gaan blussen, heb mijn zoons naar beneden gestuurd om hun ook te wijzen waar de brandweer naartoe moest komen. Toen lag ik daar tussen de twee kappen in, lag ik met die brandhaspel te blussen en inmiddels was het een serieus vuur aan het worden. Ik was richting de brandhaard aan het blussen en toen zag ik op een gegeven moment ook aan de andere kant van de zolder vuur uit de vloer omhoog komen. En toen begon ik te begrijpen dat mijn blussen, nou ja, redelijk kansloos was. Toen lag ik daar dus te blussen tussen die twee kappen in en heb gewacht totdat de brandweer kwam. Nou, toen kwam de eerste brandweerman die door mijn oudste zoon gebracht werd, die kwam mij daar vandaan halen. Omdat het inmiddels natuurlijk ook wel een beetje gevaarlijk werd. Het vuur was echt behoorlijk aan het uitbreiden. Wij liepen de zolder af naar de trap, naar de zoldertrap. En toen bleek dat zijn mobielefoon het niet deed. Dus zei ik van nou, dan haal ik beneden wel even bij een van je collega's een nieuwe portofoon. Mijn zoon bleef op de zoldertrap wachten. En ik ben naar beneden gegaan om die portofoon te halen. En toen ik beneden kwam, is de boel boven geëxplodeerd. Toen is er een flash over geweest. Dat betekent dat tijdens de brand gaan alle materialen gaan gassen afscheiden. Dat wordt op een gegeven moment onder bepaalde temperaturen een explosief mengsel. En dat ontploft. Nou, dat gebeurde dus misschien 2 minuten nadat ik daar weg was gegaan.
de brandweerman die op de zolder stond, volledig beschermd, moest daar vandaan gehaald worden, omdat hij toch zo aangedaan was door die explosie, dat hij eigenlijk een beetje een blackout had. En mijn zoon die was een etage lager beland door de druk van de explosie. En ik stond dus hier beneden en uit de dakkapellen kwamen echt steekvlammen door tijdens de explosie van wel 8 meter. Een heleboel werd eruit geblazen. Nou, vanaf dat moment was het reddeloos verloren. Is die brandweerman is ook naar beneden gehaald en hebben ze uitsluitend nog van buiten mogen blussen. En op het top van de brand stonden er 18 brandspuiten vanuit Bunschoten, overal vandaan, stonden op dit pand gericht. En dan toch brandt zo'n pand helemaal af. Een brand is een vrij heftig iets wat gebeurt. Los van het vuur brengt ook het water gigaschade aan. Ze zeggen ook wel waterschade is net zo erg als brandschade, want het moet toch allemaal afgebroken worden. Door die waterschade moet alles eruit. Dus alle tussenwanden, alle bedradingen, alle plafonds, alles is eruit geweest. En dan vervolgens wordt het weer helemaal opnieuw opgebouwd. Wel weer met nieuwere materialen. Dat betekent dat je eigenlijk in dit pand nu een situatie hebt dat je toch een goed geïsoleerde woning hebt, wat toch voor monumentale panden eigenlijk niet zo gangbaar is. De kap is ook helemaal geïsoleerd, is helemaal opnieuw opgebouwd en geïsoleerd. Maar ook binnen, ja, alles is vernieuwd. Er zit geen oud stukje leiding meer in. En alleen de echte dragende muren zijn erin blijven staan. En uiteraard de balkenconstructies. Maar die moesten wel helemaal schoon gestraald worden. Omdat als er water, tijdens het blussen, water in dat oude hout komt en het is aan de buitenkant geschilderd, dan krijg je echt grote problemen met schimmels en rot. Dus alles is kaal geweest en opnieuw geschilderd.